Een van de goede dingen hier van de cardiostage is dat het MUMC Plus een enorme naam heeft op cardiovasculair gebied. Het onderzoeksinstituut CARIM en het Hart- en Vaatcentrum heeft een zeer goede naam in de wereld. En de cardiostage kan daar goed ingepast worden. De cardiostage voor de AIOS is natuurlijk vooral praktijkgericht. Ze leren praktisch om zo'n patiënt in slaap te doen. Ze leren daar, maar ze kunnen ook meteen via CARIM, ze kunnen ook meteen hun onderzoeksmogelijkheden uitbuiten die hier zijn. In eerste instantie moet een verdiepingsstage goed georganiseerd zijn. Dat betekent de doelen van de verdiepingsstage moeten goed gedefinieerd zijn. Ik vind het prettig als een AIOS een vaste mentor heeft die voor haar of voor hem zorgt tijdens de verdiepingsstage en heel regelmatig feedback afvraagt in hoeverre de leerdoelen en de verwachtingen voldaan zijn. De verdiepingsstage via het etalageproject heeft me de ruimte gegeven om veel exposure te hebben aan hart- en vaatpatiënten. Om dusdanig goed voorbereid te zijn als algemeen anesthesioloog om ook alle andere acute problemen op andere locaties te kunnen opvangen. En bovendien interesseert de fysiologie van de mens me dusdanig dat eigenlijk alle aspecten van de zieke patiënt aan bod komen in die differentiatiestage. We hebben een hele goede begeleiding omdat wij veel cardio-anesthesiologen hebben die heel gemotiveerd zijn. We hebben hele korte lijnen met de chirurgen omdat Maastricht eigenlijk als academisch ziekenhuis ook een beetje een perifere ziekenhuis is. Als je cardio-anesthesie wil doen, is Maastricht een goede plaats om te komen. Omdat je een enorm aanbod hebt van patiënten. In de OK heerst een zeer goede sfeer. Waar mensen natuurlijk ook niet schromen om iets te zeggen tegen je. Maar waar je directe feedback krijgt. Ook is het in de toekomst, we hebben nu 1 hybride OK. In de toekomst gaan we misschien wel naar 8 hybride OK's. En wereldwijd zijn dit de OK's die het snelste groeien en waar je in geschoold moet worden. En hier in Maastricht heb je daarvoor de mogelijkheid. Er zijn nu in Suriname geen cardio-anesthesiologen. Dus je kan daar als goed opgeleide cardio-anesthesioloog hier in het MUMC keurig aan de slag met mijn bagage en exposure die ik hier gehad heb.